Welke klas zit jij? D1B van HAVO. Ik zit in D1C, een samengestelde combinatie van HAVO en VWO en ik doe zelf HAVO. Ik doe VWO. Ik doe MAVO, maar ik zit in de combinatieklas van MAVO-HAVO. Voordeel daarvan is dat kinderen die zijn op die leeftijd echt nog volop in ontwikkeling. En ze hebben dan echt nog langer de tijd om te ontdekken wie ze zijn, wat bij ze past en ook uiteindelijk welk niveau het beste bij ze past. Wij starten het nieuwe schooljaar met een brede brugklas MAVO-HAVO-VWO. Dus leerlingen met een MAVO-HAVO-VWO-advies vanuit de basisschool, die komen bij ons in één brugklas terecht. En hoe lang duurt dat? Die brugklas, dus uiteindelijk is een brugperiode, dat duurt bij ons 2 jaar. Ik zou het fijner vinden, want dan kun je zelf een beetje nog een paar jaar kijken of dat echt het niveau is wat je fijn vindt, of niet hoger of lager. Ja, ik zou het wel fijn vinden, want dan heb je gewoon iets meer tijd om de keuze te maken. Ik was in twijfel vooral omdat ik qua talen en zo kon ik het wel aan, maar mijn wiskunde is niet heel goed. Dus daarin was ik echt een twijfelgeval. En bij een brede brugklas zou je dan dus langere tijd hebben om die wiskunde een beetje op te krikken. Ja, dat zou wel fijn zijn daarom. Ja, dan kan je andere kinderen ook gewoon helpen. En dat is, het is altijd fijn om andere mensen te helpen. Die weten al wat meer en als je dan vragen hebt, dan kun je het ook aan hun vragen. Ja, vooral vakken die ik dan zelf heel makkelijk vind. Maar soms heb ik juist vakken die ik wat minder goed in ben. En juist HAVO-leerlingen ook goed snappen. Dus dan vraag ik het ook soms aan hun. Een leerling die stof heel goed beheerst en dat heel makkelijk vindt. Die leert bijvoorbeeld, hoe kan ik dat ook uitleggen aan andere mensen? Dus hoe kan ik een instructie geven of iets uitleggen? Iets wat je in je latere werkende leven heel goed kan toepassen. Je leert ook als kinderen veel meer om samen te werken. Om te zeggen van, nou, jij bent daar heel goed in, jij bent daar goed in. Dus samen komen wij tot een mooie afronding van deze opdracht. Je leert ook vragen te stellen. Als je het niet weet, stel een vraag aan iemand anders. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.